Jokan, welkom bij een nieuwe aflevering van Pixelmon. Het is alweer een heel lange tijd geleden en ik weet ook niet meer waar ik gebleven was in de vorige aflevering. Maar één ding weet ik wel, is dat ik deze trade machine neer ga zetten. Ergens, maar ik weet nog niet waar. Of hierboven. Bij mijn pc. Of dat ik een gang hier ga maken. Ja, ik ga een gang maken. En dat ik hier ergens een ruimte ga maken. En dat ik gewoon zo. Maar ik kan ook niet al te ver die kant op gaan, want ja, de Pokémon Center zit hiernaast. En dat ik hem hier neerzet. Ja, zo. Kijken, daar heb ik ook nog een PC, wat ik hier aan de overkant wil plaatsen, maar die doe ik echt precies in dezelfde soort ruimte zetten. Laat me het gewoon weten van wat jullie nog willen zien in de serie. Want nu ja, dat ik een PC heb en dat ik waar dat alles eigenlijk nu zo'n beetje heb voor mijn base. Oh ja, ik heb nog geen extra Pokémon. Yo, Rattata. Yo. Ik wil die battelen. Quick attack. Nee joh. Nee. In mijn vorige aflevering. Oh ja, was. Mijn Scatterbug geëvolueerd naar een Peppa. Dat kan ik nog herinneren. Bite. Ik hoop dat hij wat schade doet met Bite. Ja, mooi. Dan doe ik Firefang. Yo. Nee. Dan doe ik Tauros eruit gooien. Yo, brug. ja, die. Top. Dan doe ik zo. Oh ja, ik had ook nog een cradle, blijkbaar. En ik hoop dat ik hem vang. Nice. En omdat mijn dingen vol zit, mijn team, kan ik hem ook niet meenemen. Zo. Die is al leeg. Yo. Had ik al trouwens een flyer in mijn team? Ja, ik had al een flyer in mijn team. Het zou wel een keer tijd worden als ik
Ergens op pad zou gaan. Heb ik trouwens ook seeds? Ja, ik heb seeds. Ik kan ook een. Hoe heet dat? Een hoe maken. Maar ik weet nog niet zeker of ik hier echt eeuwig wil blijven. Map. Ja. Oh ja, ik moet zo'n Pokeball nog creëren. Was ik even vergeten. Yo, nog touwgewas. Ja, terug. Of dat ik gewoon op een eiland ga zitten. Een snubbel van level 21. Een Pidgey. En het is trouwens ook heel lang geleden dat ik weer Minecraft had gespeeld voor YouTube. Serieus. Want ik heb echt letterlijk mijn laptop, waar ik het gewoon zo op speel, had ik sinds gisteren weer. Dus ik had nog niet echt tijd kunnen maken om opnames te kunnen maken voor YouTube. Dus ja. En sowieso had ik niet echt plannen gehad om opnames te maken voor YouTube. Want dit weekend. Want eigenlijk afgelopen weekend. Want ik heb deze video van tevoren opgenomen. Want voor jullie is het dat ik de, hoe heet dat, laptop afgelopen zaterdag heb gehad. En voor mij was het gisteren. En daar zit wat. Hier zo. Oké, okay, een miracle seed. Een miracle seed. Even kijken. Een item to be held by a Pokémon is a seed imbued with life force that boosts the power of grass type moves. En zover dat ik weet. Heeft alleen Spelpaal toch cross moves? Ja, als transport. Maar doet niet heel erg veel wat anders. En wat krijg ik hier? Een Eater. Shit, ik heb mijn boot niet bij me. Dan maar zwemmen. Ik zit te twijfelen, zou ik gewoon ergens hier maar een huisje bouwen? En hier krijg ik een wat incense. Oké, en Unholy incense is een item dat increases the power of the holder. Physics type moves by 20%. And old incense can also be held by a Mr. Mime that is breathing in order to produce a Mime Junior egg. Otherwise, a Mr. Mime egg will produce instead.
Ah. Maar ik heb trouwens geen iron meer. Hey, een scatterbug. Flamecharge. Ja, het doet wel een beetje XP, maar nog niet genoeg. Kijken, kan ik hier misschien nog iron vinden? Ik hoop het. Huh? Oh, wave incense. Oké. Maar wat zie ik daar? Daar zie ik gewoon kool. En dat is best wel goed, want ik had nog kool nodig. En wat vind ik hier? Het is gewoon een shard. Namelijk een leafstone shard. Oké. Yo. Nice. Maar dat ga ik even een oven nu zo maken nog. Ook al heb ik geen crafting table bij me, maar toch. Die ga ik ook nog maken. Zoveel iron heb ik eigenlijk ook niet helemaal echt nodig, maar alsnog, het kan wel handig zijn. Ik heb maar echt letterlijk maar 3 iron nodig. Ik smelt het af, hè, voor de zekerheid. En ik zag hier trouwens ook nog wat iron. Ik ga denk ik al het iron wat ik heb, ga ik even opsmelten. En ook wat steen hakken. En als je trouwens nieuw bent op een serie,
Of op mijn kanaal eigenlijk. Dit is een ja, roleplay eigenlijk. Zo. Dan doe ik jee, en dan waypoint, dan teleport, en dan ben ik alweer thuis. En even slapen. En dan doe ik even zo, 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 zo. En ik ga denk ik maar langzaam wel een nieuwe base bouwen ergens. Maar besef even dat ik alleen nog maar dit gedeelte van de map had ontdekt. Hier ben ik nog niet geweest, hè. En ik weet eigenlijk ook niet eens hoeveel geld ik heb. Oeh, ik heb nog niet eens geld. Yeah. Wacht. Dat ik gewoon hier al mijn dingen erin ga doen. Ook onder andere mijn eten. Shell. Nee. En die pak ik die. Die pak ik ook maar gewoon. Deze pak ik ook gewoon. Ja. 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 Voor de rest heb ik eigenlijk niks. En dan ga ik even bij de winkel hier zo langs. Shell. En dan
Dogecavel. Deze kopen voor 600, zo. Deze ga ik verkopen. Deze verkopen. Deze verkopen. Zo, dat heb ik weer genoeg. Nee, ik ga het niet halen. Yo, een slowpoke. Ja toch. Maar het is niet zomaar een slowpoke. Het is een Galarian slowpoke. Flame charts. Nee. Krabby. Mudshot. Nee. Nee. Yes. En yes, Pidoof. Crable. Yes. Nice. Nice. Even kijken dat ik wat hier kan vinden. Nee. Nou, wat is dat rode wat hij aangeeft? Er is ook een rode lijn. Oh, mijn nek zit vast trouwens, mensen. Niet normaal. Ja, ik zat al te zoeken naar die rode lijn. En zelf. Yo. Ik ga ook langzaam de aflevering afsluiten. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Want ik ga de aflevering afsluiten in mijn huisje. Maar voordat ik ga afsluiten. Oh. Ga ik dit zo doen.
En dat zo. En even kijken. Dan kan ik ook laten zien welke Pokémon dat ik allemaal heb. Een Rattata en een Slowpoke. Een Galarian vorm. Het is een psychisch type. Hij heeft Tackle, Confusion en Disable. En dan heb ik ook een Rattata. Tail Whip, Quick Attack, Bite en Hyper Fang. Oké. Dan ga ik even kijken. Oh, bijna gekookt zijn ze allemaal. Ja. En zou ik weg. Ja, ik ga gewoon. Maar ik ga gewoon ook. Zo. En even kijken, een hamer, zo. Want ik ga trouwens de aflevering nog niet helemaal afsluiten, want ik ben er gewoon ineens. Ik moest nog een ding, namelijk voltooien. En dat wil ik in deze aflevering nog doen, dat was het. Namelijk een Pokéball bouwen. Zo, zo. En zo. En. Yes. Nee. Moving on. Ja, voor de volgende aflevering ga ik een Great Ball dan maar maken. We need to go to deeper. En, oh ja, in Stellar. En Doctor Who. Maar dat komen we allemaal in de volgende aflevering. Want, kanijs, ik ga hierbij afsluiten en tot de volgende video. Adios. Oh ja, en voordat ik nog één ding vergeet, like en abonneer op mijn YouTube kanaal. Adios.